Vrijdag 4 januari, dit is U Vandaag. Verdachte treinbrand eisen excuses. Toiletdames vechten voor loonsbehoud. En Utrechters kopen graag producten uit eigen streek. Goedenavond. Goedenavond. De gewelddadige dood van de 16-jarige Mirjam Abarkan is nog steeds het gesprek van de dag in IJsselstein. En hoe kan het ook anders, toch, Olivia Manders? Ja, ik was vandaag bij een bijeenkomst die de vriendinnen van de Mirjam hebben georganiseerd. En ik sprak met hen over wie Mirjam was, maar ook hoe dit volgens hen zo vreselijk uit de hand kon lopen. Tot zo, Olivia. Eerst ander nieuws van vandaag. De gemeente Utrecht is klaar voor de verplichte alcoholcontroles. Sinds begin dit jaar moeten alle gemeentes speciaal opgeleide ambtenaren in dienst hebben om de nieuwe drank- en horecawet te handhaven. En Utrecht heeft die inmiddels aangesteld. Jongeren onder de 16 mogen geen alcoholische drank kopen of bij zich hebben. Utrecht vraagt geld in Den Haag voor een proef met dakloze Oost-Europeanen. Het project loopt nu een jaar en is volgens de gemeente een succes. De daklozen worden begeleid naar hun eigen land of naar werk hier. Die begeleiding kost 4 ton voor 1,5 jaar, maar dat houdt de mensen wel van de straat. De Domtoren is populairder dan ooit. Het Utrechtse stadssymbool trok afgelopen jaar bijna 60.000 bezoekers. En dat is een record. Volgens Toerisme Utrecht is de stijging onder meer te danken aan betere promotie en meer samenwerking. Zo speelde de toren een rol bij verschillende evenementen zoals VJ op de Dom en de culturele zondagen. En ook de Escher-tentoonstelling op Paleis Soestdijk boekt succes. Er zijn al meer dan 50.000 bezoekers geweest. Nog nooit eerder was er zoveel interesse voor een tentoonstelling op het paleis. De wereldberoemde graficus woonde maar liefst 30 jaar in Baarn. En sommige stukken zijn hier voor het eerst te zien. Het lijkt er sterk op dat de treinbrand woensdag bij Loenersloot is ontstaan door kortsluiting. Dat zeggen deskundigen tegen RTV Utrecht. De drie Nieuwegeiners die een nacht vastzaten omdat ze verdacht werden van brandstichting eisen daarom op zijn minst excuses van de politie. De drie waren onderweg naar Schiphol om een bevriende voetballer uit te zwaaien die in Engeland gaat spelen. Maar de middag werd heel anders. In plaats daarvan kwamen ze in het cellencomplex in Houten terecht. En nu zitten twee van hen hier bij ons op de bank. Welkom Redouan en Derrel. Dank je wel. Jullie hebben behoorlijk wat over je heen gekregen de afgelopen dagen. Hoe gaat het nu? Ja, het gaat een stuk beter. Hoe was dat om allemaal, wat kreeg je wel niet over je heen? Ja, ik heb het niet eens echt allemaal gelezen, maar ja, men wenste je het vreselijkste toe. Het ergste wat je maar kon wensen en het ging zelfs nog verder als dat. En hoe is het bij jou? Ja, in het begin was het natuurlijk schrikken. We werden als de slechte gast, als daders bestempeld natuurlijk. Terwijl wij naar ons gevoel gewoon een goede daad hadden verricht door mensen te helpen met hun bagage uit de trein te komen natuurlijk. Ja, jullie zaten in die trein vlak bij de plek waar de brand uitbrak. Laten we eens kijken wat er toen gebeurde. Ja. De treinbrand bij Loenersloot houdt de gemoederen nog altijd behoorlijk bezig. Drie mannen uit Nieuwegein worden kort na de brand opgepakt omdat ze er iets mee te maken zouden hebben. Later blijkt dat de vrienden onschuldig zijn. Heeft de politie een fout gemaakt of was er reden de heren op te pakken? Volgens de politie was het een optelsom. En die optelsom was in feite dat ze erg luidruchtig aanwezig waren in die trein. Ze bevonden zich in de buurt van de knal waar uiteindelijk de brand ontstond. En getuigen hadden gemeld dat zij daar mogelijk voor verantwoordelijk zijn. Nou, en dan heb je als taak als politie om die optelsom te controleren of die klopt. De drie brengen de nacht door in het cellencomplex in Houten en worden de volgende dag vrijgelaten. Ze zijn onschuldig. Een anonieme treinmachinist meldt zich vandaag via de mail bij RTV Utrecht. Hij snapt niet dat de jongens zo snel opgepakt zijn. Helemaal niet als hij de beelden van de brandende trein ziet. Vandalisme als oorzaak is theoretisch mogelijk, maar de brand ontstond dicht bij een hoogspanningskast. Kortsluiting ligt dan eerder voor de hand. De politie ligt nu onder vuur omdat ze wel heel snel na de brand de mannen voor het oog van tientallen treinpassagiers geboeid afvoerden. Toch benadrukt Zuiderhoek dat het de volgende keer niet anders zal gaan. Kijk, op het moment dat je een vermoeden hebt van een misdrijf gepleegd door een persoon, dan moet je als politie handelen. Dat wordt ook van je verwacht als politie. Nou, en dan blijkt uit het onderzoek dat niet zo is. Nou goed, en dan kan diegene weer in vrijheid weer verder.
Maar ik kan me zo voorstellen, als zij rustig in de trein hadden gezeten en een boekje hadden gelezen, dat mogelijk die optelsom kleiner was geweest en dat ze direct naar de hulpverlening naar huis waren gegaan. De jongens hielpen de mensen naar eigen zeggen uit de brandende trein, maar konden het niet laten om ook even in de cabine van een machinist te klimmen. Dat was misschien niet heel handig. Mocht u dus ooit in dezelfde situatie terechtkomen, zorg dat u niet te veel opvalt. Scheelt u misschien wel een lange nacht in de cel. Ja, jullie zaten, moesten ook een beetje om glimlachen dat jij weer in die cabine zit. Maar dat was misschien niet zo handig. Hebben jullie ook een beetje luidruchtig en baldadig gedragen? Ja, tuurlijk. We waren zeg maar liedjes aan het zingen voor onze vriend. We waren een opname bezig. Mm-hmm. Maar daarvoor zonder je jezelf ook af van de rest en ga je niet in een coupé zitten. Daarom ga je ook op een zogenaamde op het balkon zitten. Ja. Maar kan je dus voorstellen dat de politie wel dacht van hey, die jongens gedragen zich een beetje verdacht? Nee, ik vind niet dat als je wat harder praat, dat je dan als een verdachte mag aangezien worden. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind, we zijn gewoon onszelf geweest. We hebben altijd gewoon lol en we kunnen heel goed met elkaar opschieten. En we wouden gewoon een filmpje maken voor die vriend, om hem te verrassen, om te laten zien hoe we voor hem... Maar kan je voorstellen dat het verkeerd begrepen is? Hebben we de knal gehoord, een paar jongens een beetje luidruchtig, ook nog in die cabine van de machinist kijken? Ja, tuurlijk. Ik kan het wel begrijpen, alleen de manier waarop... We daarna mee zijn genomen in de ogen van tientallen mensen. Dat is, geeft ons op dat moment een heel slecht gevoel natuurlijk. Omdat we voelen gewoon echt hele boze ogen op ons gericht. Ja, en jij zegt dus ook van ja, we hebben mensen geholpen. Dus dan is het eigenlijk extra wrang dat je dan zo wordt weggezet. Ja, klopt. Ik vond het een levensbedreigende situatie. En dan kies je ervoor om... Was dat nadat je zo lachend in de cabine stond? Ja, klopt. Want toen was alleen nog maar rook. Dus ik schatte het nog niet zo heel erg in. Maar toen ik op een gegeven moment buiten stond, zag ik heel veel brand en vuur. En toen ging ik gewoon mijn eigen leven riskeren om andere mensen te helpen. Ja, jullie willen nu excuses van de politie. Luister even mee wat de politie daarover zegt. Misschien kunnen ze jullie wel iets aanbieden. Een rondje in de politieauto of een helikopter misschien. Dat laat ik aan de creativiteit van de collega's over. Wat ze uiteindelijk in de richting van die mannen doen. Want ze hebben ze ook daar hand- en spandiensten verricht. Hè. Ze hebben mensen uit de trein geholpen. Dus ik denk dat het wel op zijn plaats is dat er iets in hun richting gebeurt. Ja, de politie wil wel iets doen om het een beetje goed te maken. Wat zeggen jullie? Is de zaak dan afgedaan? Ja. Verschil van mening. Ja, nee, natuurlijk. Ik vind alleen een beetje... Kijk, we zijn toen op het moment dat we vrij zijn gelaten, hebben we niks verder gehoord van ze. En nu horen we inderdaad via media dat ze toch nog met ons willen gaan praten. Gisteren en vandaag hadden we daar niet zoveel aan natuurlijk. We hebben echt het idee gehad van, oké, we hebben jullie vals beschuldigd. Doei, zoek hem maar uit. Mee eens, Edwin? Nee, zeker niet. Ik ben door heel Nederland zwart gemaakt. Ik word op elke forum word ik bedreigd. Ik sta op elke voorpagina. Word je echt bedreigd? Ja, ik lees allemaal rare dingen. In ieder geval allemaal dingen wat na zijn om iemand toe te wensen. En om dat dan achteraf, een paar dagen later, even excuus aan te bieden omdat we iets te luidruchtig in de trein waren. Ik vind dat belachelijk. Nou jongens, laten we hopen dat er misschien toch ooit weer zand over kan. Dank je wel in ieder geval dat jullie je verhaal wilden vertellen. Redouan en Daryl. Dank u wel. Jullie ook bedankt. Het vriendje van de doodgestoken Mirjam uit IJsselstein zit helemaal stuk. Dat zeggen vriendinnen van het meisje. In IJsselstein is het drama in het Marokkaanse gezin nog steeds het gesprek van de dag. De gemeente probeert inwoners die hun verhaal kwijt willen te helpen. Voor die mensen is er een speciaal telefoonnummer en een e-mailadres in het leven geroepen. De vriendinnen van Mirjam kunnen het zelf ook nauwelijks geloven. Vandaag kwamen ze voor het eerst bij elkaar om hun verdriet te delen. En onze Olivia Manders was daarbij. Olivia, hoe was dat? Ja, dat was emotioneel. Veel van de vrienden en vriendinnen van Mirjam zagen elkaar dus vandaag pas weer voor het eerst sinds dat vreselijke voorval. En ze troffen elkaar in het cafeetje waar Mirjam stage liep. En je moet je voorstellen, typische meisjes van 16, die wel emotioneel zijn. Ze knuffelden elkaar, ze huilden. Maar ze leken vooral niet te bevatten wat er echt gebeurd was en dat ze hun vriendin Mirjam gewoon niet terugzien. En ook vertelden ze mij wat er volgens hen is gebeurd vlak voordat het in het huis van Mirjam ontzettend uit de hand liep. En als ze dan ging lachen, dan moest gelijk iedereen lachen. Vriendinnen van de overleden Mirjam komen vandaag voor het eerst bij elkaar. Ze kunnen het nog steeds niet geloven. Ik maak alleen maar te huilen. Dus ja. Want ik ging de laatste... Het ging al goed met haar om, maar de laatste twee maanden was toch wel. Was bijna elke dag met haar. Heel IJsselstein is in shock. Vandaag opende de gemeente een condoleanceregister voor Mirjam. Ondertussen vraagt iedereen zich af, ook Mirjams vriendinnen, hoe het zo heeft kunnen aflopen.
Wel weten haar vriendinnen dat ze thuis vaak ruzie had, vooral over haar westerse leefstijl. Woensdagmiddag sprak Mirjam nog met haar niet-Marokkaanse vriendje via de ping, zeggen haar vriendinnen. Vlak daarna werd ze doodgestoken. Deze vriendin moest de jongen het dramatische nieuws vertellen. Nou ja, ik had hem gebeld en ja, hij geloofde het gewoon niet. Hij zei, ja, ga eens nog eens langs de huis. En dat heb ik ook voor hem gedaan natuurlijk. Toen zei ik, ja, het is echt zo, ja. Hij was echt gebroken. Gewoon zijn vriendin van 8 maanden lang. Gewoon weg. Ja. Ja, het vriendje van Mirjam voelt zich ontzettend schuldig. Volgens de vriendinnen die ik sprak zou hij dus denken dat zijn pingberichtje, wat hij verstuurde voordat het helemaal uit de hand liep, iets te maken zou hebben met de dood of wellicht de reden zou zijn voor haar dood. Je kan je dus voorstellen dat zijn schuldgevoel enorm is. Ja, dramatisch. De moeder van het meisje Mirjam is hoofdverdachte in deze zaak. Hoe is het met haar? Zij zit in volledige beperking, zo heet dat. Wat betekent dat zij met niemand in de gevangenis mag spreken. Niet met medegevangenen, ze mag geen kranten en tv zien. Alleen de enige met wie zij contact mag hebben is haar advocaat. En dat is Willem-Jan Ausma, een bekende Utrechtse strafpleiter. We hebben vandaag contact met hem gehad. En hij zei inmiddels met de moeder gesproken te hebben. Over de inhoud van hun gesprek mag hij niks zeggen. Maar wel weten we dat de moeder nog 2 weken vast blijft zitten. Olivia Manders op de redactie, dank je wel. Zometeen, ook al vriest het, u moet wel de vogeltjes voeren. En toiletdames die moeten hetzelfde werk blijven doen, maar voor minder geld. En u weet het inmiddels, deze week blikken we vooruit op het jaar dat voor ons ligt. We hebben het al gehad over onze huishoudportemonnee in 2013 en of u van plan bent te gaan sporten. En vandaag hebben we het over eten. We vroegen ons RTV Utrecht panel naar producten uit onze eigen streek. En wat blijkt, streekproducten zijn behoorlijk populair. Zometeen praten we erover met tv-kok Ramon Beuk uit Zeist. Eerste resultaten. Appels en peren uit Bunnik of kaas uit Woerden. Onze regio barst van de streekproducten en dat weet ons RTV Utrecht panel ook. Bijna de helft van de kijkers koopt wel eens streekgebonden producten. En dat doet u dan vooral op de markt of bij een plattelandswinkel. En dat bevalt goed, want ruim 1/3 van de ondervraagden verwacht in 2013 vaker eten uit de buurt te gaan kopen. Producten uit Utrecht worden gewaardeerd. Bijna de helft van de kijkers is zelfs bereid om er meer voor te betalen. En bij ons is aangeschoven een van de bekendste tv-koks van Nederland en kookboekenschrijver Ramon Beuk. Welkom. Gebruik jij zelf eigenlijk streekproducten bij je gerechten? Nou ja, ik gebruik het wel. Er zijn natuurlijk heel veel producten op de markt vandaag de dag. Hè. En als kok ben je altijd op zoek naar datgene wat lekker is en wat goed is om te gebruiken. En heel vaak kom je dan ook al op producten uit die redelijk dicht bij huis vandaan komen, zeg maar. Ja. Maar je gebruikt het niet om die reden, juist omdat het dichtbij komt dat je het dan neemt. Nee, er zijn natuurlijk wel mensen die echt een focus hebben op dat stukje van, oh, ik wil alleen maar producten uit de regio, want daar heb ik een bepaald gevoel bij. Maar dat is bij ons koks niet altijd het geval. Het is natuurlijk wel zo dat de hele producten die niet van heel ver komen, toch ook wel op een hele goede manier behandeld zijn. Mm-hmm. En op een eerlijke manier grootgebracht zijn. En ook daardoor ook gewoon zichtbaar goed zijn en ook goed smaken. Ja. Heb je een voorbeeld van een bepaald product uit onze eigen streek waar jij graag mee werkt? Of de koks met wie je samenwerkt? Nou, kijk, we hebben als je even kijkt naar mij op de zaak, zeg maar. De koks die bij mij werken, die hebben bijvoorbeeld leveranciers. En die leveranciers, de grote leveranciers, die werken weer met hele kleine boertjes die bepaalde producten leveren, die net even wat fijner zijn. En ja, om die reden neem je ze aan. Bijvoorbeeld, we hebben ook bijvoorbeeld een kaasboer uit de omgeving die dan echt hele fijne producten maakt. En dat doe je ook omdat hij een aardig man is, ja, om te beginnen. En omdat je het die persoon gunt, zeg maar. Ja. En het is ook wel leuk om dat te communiceren naar de mensen die bij je langskomen. Van, we hebben dit product van leverancier X uit die hoek. Ja, ja. Oh, dat is herkenbaar. En dat vinden mensen wel leuk. Maar je hebt de hele wereld overgereisd voor jouw kookprogramma's. En ook juist voor ook een fair trade programma gezien wat er ook gemaakt wordt. Dat is juist eigenlijk streekproducten puur sang. Heel veel cultuur is het doodnormaal dat je alles haalt uit de omgeving. Ja, is ook zeker. Maar ja, goed, als het op een gegeven moment van heel ver komt en je laat invliegen, dan zijn er natuurlijk ook wel weer allerlei mensen die zeggen van ja, dat moet je niet doen om X reden, zeg maar.
Maar het is wel heel leuk, heel mooi geweest voor mij om de wereld over te vliegen en om te zien hoe het aan de andere kant van de wereld echt aan toe gaat met wat dan voor hun regionaal is. Zeg maar, ja. En hoe er dan op een eerlijke manier iets verhandeld wordt. Zeg maar. Dat is gewoon heel mooi om dat te mogen zien. We hebben het hele week over trends op sportief gebied, mm-hmm. Financieel gebied, maar ook wat eten betreft willen we dat weten natuurlijk. Want er is toch ook al een beetje mode die binnen het koken binnenkomt. Wat wordt nou volgens jou de trend van dit jaar? Nou, trends vind ik sowieso natuurlijk. Er zijn altijd mensen die het hebben over trends. En dan is ook gelijk de vraag van, wat kon vorig jaar wel en wat kan dit jaar weer niet? En ik denk, het is de ene keer wordt het een trend genoemd. Mm-hmm. En iets wat een trend genoemd wordt, heeft ook alweer een stukje marketing in zich natuurlijk. Om iets onder de aandacht te brengen. Ja, wat zou jij graag willen promoten als kok? Dat zou ik graag een publiek vinden. Wat ik persoonlijk leuk vind, is dat eten, koken niet, of uit eten gaan niet meer zo stijf is. En dat is namelijk wel wat het heel, heel lang geweest is. Hè? Op het moment dat je op een hoog niveau uit eten gaat, mm-hmm. dan merk je gewoon dat je... Die liflachjes krijgt. Hè? Nee, los van die liflafjes krijgen, want dat vind ik nog steeds heel leuk om liflafjes te krijgen. Nee, het gaat meer om de sfeer in een restaurant. En die sfeer in een restaurant, dat mag gewoon veel luchtiger en veel losser. En dat zie je ook op het allerhoogste niveau als je uit eten gaat. Als ik bij een van mijn favoriete restaurants uit eten ga, dan wil ik daar ook voelen hoe het aan toe gaat. Ja. Maar. En dat is het leuk om dan in de keuken te mogen kijken en te zien hoe de jongens werken. En dat maakt het uit eten gaan veel, veel leuker. En ik denk dat heel veel mensen ook steeds meer gaan proberen om op een heel hoog niveau thuis te eten. Ja. En dat is wat je ook wel steeds meer ziet gebeuren. Hoog niveau thuis en losser in het restaurant. Ja, ja, heel goed. Goed idee. Dankjewel. Graag gedaan. Tijd voor nieuws uit andere media. Eerst het AD. De krant heeft een lijst met alle wethouders die het afgelopen jaar zijn opgestapt. Ja, in heel Nederland moesten meer dan 100 wethouders het veld ruimen. Meestal omdat ze hun financiën niet op orde hadden of vanwege ruzie. En ook in onze regio was het raak. Zo moest de wethouder Bongers in Rhenen opstappen. Zijn potje om mensen weer aan het werk te helpen viel een €500.000 duurder uit dan gepland. In Utrechtse Heuvelrug struikelde wethouder Pamboer over het kostbare nieuwe gemeentekantoor. En in Eemnes kon wethouders Schouten de Boer niet goed meer samenwerken met de raad. En alle wethouders hebben recht op, jawel, meer dan 3 jaar wachtgeld. En dat kost de staat in totaal miljoenen. Doe maar. Nou, wachtgeld, dat zou pompbeheerder Wilmar Ippel ook goed uitkomen. Na 34 jaar trouwe dienst bij pompen De Witte Berg in Eemnes staat hij op straat. BP maakt van het tankstation namelijk een onbemande pomp. Ja, en dan is er geen plek meer voor Ippel. Hij begon ooit als autowasser daar. En dat was eigenlijk de bedoeling dat het maar een tijdelijk baantje was. Maar ja, hij is er dus al die jaren gebleven. En hij gaat vooral het contact met de mensen missen en de dagelijkse praatjes. Ja, daar haalden mensen dan het nieuws vandaan. Maar ja, als dat de mensen niet bij de pomp in Eemnes, wat moeten ze nu inderdaad? Nou, Ippel is dus werkeloos nu. En hij hoopt zich te kunnen verhuren als klusjesman of hovenier. Dus ik weet niet of jij nog een hegje hebt die kan knippen. Ik heb er één waar ik zelf niet aan toe kom. Koud in gedachten. Opmerkelijk architectuurnieuws hebben we ook nog. Meestal zijn het grote prestigeprojecten die veel lof oogsten. Maar op de website architect.nl blijkt het meest bekeken project een koffieshop. En wel een oude bekende van ons, koffieshop High Low in Utrecht aan de Kroezelaan. Dat is een heel bijzonder ontwerp wat ze daar van binnen hebben. De koffieshop heeft namelijk een Arabisch tintje, maar is wel hypermodern. Onze verslaggevers zijn er ook geweest dit jaar. Niet om wiet te kopen. Nee, de buurtbewoners die zitten niet te wachten op nog een koffieshop in de straat. Is heel veel om te doen. Ze willen geen koffieshop meer, design of niet. We gaan naar de keuze van de kijker. Het onderdeel waarin u bepaalt wat er in de uitzending komt. En u trok zich vooral het lot van onze vogeltjes aan. Heel goed, het weer mag dan wel zacht zijn. Het is toch belangrijk dat u vast de vogeltjes voert. En ik weet dat jij de vetbollen in ieder geval al in de tuin hebt hangen. Altijd. Ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn vrouw daar heel stipt mee is. Goed. Maar we hebben wel al een zwarte mees gezien en een pestvogel. Wat is dat? Een bijzondere wintergast uit Scandinavië. Is daar heel koud is en hier heel warm komt hij soms deze kant. De pestvogel. En toevallig in de tuin van Rix. Nou, de vogelbescherming kan trots op je zijn. Volop geflirt in de tuin van de vogelbescherming in Zeist. De zachte temperaturen maken lentekriebels los bij de mus en de mees. Als het mooi weer wordt, krijgen we ook de zomer in onze bol. Willen we ook op een terrasje zitten, trekken we ook een korte rok aan. En het geldt natuurlijk ook voor vogels, die gaan dan weer zingen en een beetje flirten. Maar zonder een goed gevulde maag gaat dat een stuk minder. En in de winter is het best wel moeilijk om elke dag genoeg eten te verzamelen.
Dus moeten wij de vogels een handje helpen. Het is met dit weer minder noodzakelijk dan als het vriest of als het sneeuwt. Maar ja, het blijft natuurlijk een feit dat de nachten koud zijn. En de dagen zijn kort, dus de periode om voedsel te vinden die is ook kort. En er is veel minder beschikbaar in de winter. Er zijn geen insecten, er zijn veel minder bessen. Dus het is lastig voor ze om iets te vinden. Ja, dan is het heel fijn als mensen iets aanbieden. Vogels voeren kan natuurlijk met de traditionele vetbol, zeer geschikt om wat aan te sterken. En ook een goed gevulde voedertafel is prima. Maar het is veel beter om de natuur zijn gang te laten gaan. Mensen hebben de neiging om in de herfst alles te gaan opruimen in de kliko en weg ermee lekker aanharken. Maar juist onder al die afgevallen bladeren schuilen spinnetjes en torretjes en insecten. En dat is natuurlijk ideaal voedsel voor vogels. Dit is de vuurdoorn. Nou, vogels zijn er dol op. Er zijn heel veel soorten bessendragende struiken waar je vogels groot plezier mee doet. En als je ze slim aanplant, heb je de hele jaar door in je tuin bessen. En kunnen ze het hele jaar door voedsel vinden in jouw tuin. Denk daarnaast aan wat te drinken, want ook vogels hebben wel eens dorst. Hij is ondiep, dus dat is wel heel prettig. Kunnen ze er niet in verdrinken. En ja, water is natuurlijk ook echt essentieel voor vogels. Ze moeten drinken en ze hebben ook een badje nodig om zichzelf schoon te maken. En dat kan je met zo'n waterschaal. En na goed gegeten en gedronken te hebben, is het voor de vogels weer tijd om te scharrelen. Want met die koude maanden voor de deur wil je natuurlijk niet alleen komen te zitten. Making love with you is all I wanna do. Ach, altijd een genot om te zien. Wat moet er maandag in de uitzending komen, Eva? Ik zou eens even mijn balkon gaan pimpen. Misschien kan ik de vogeltjes ook zo de winter doorhelpen. Nou, we gaan beginnen met de kledingbank in Amersfoort. Want die is hard op zoek naar een nieuwe locatie. De vrijwilligersorganisatie zit nu nog gratis in een gebouw van Portaal. Maar de woningcorporatie wil daar een appartementencomplex van bouwen. Dus wat nu? Basisschool De Fontein in Houten die bestaat maandag maar liefst 15 jaar. Nou, dat wordt gevierd. Voordat de lessen beginnen is er vuurwerk en kinderchampagne voor de leerlingen. En misschien een glaasje echte bubbels voor de ouders. En het is bijna drie koningen. Dan gaat de traditie getrouw de kerstboom de deur uit. Dus niet zoals hier meteen, 2 januari hier naar buiten. De medewerkers van de gemeente Utrecht die gaan na het weekend al vroeg op pad om bomen te halen en te recyclen. Die gaan naar de energiecentrale en dan krijgen ze toch nog een tweede leven. Dat is mooi. Nou, bij mij ziet het er al lang uit hoor, al die losse naalden. En wat wordt het dus? Kerstboom ophalen, een jarige school of een nieuwe plek voor de Amersfoortse kledingbank? Ga naar rtvutrecht.nl, klik op die knop en stem op dat onderwerp van uw keuze. En wie weet ziet u het maandag terug in de uitzending. Onrust in de stationstoiletten op Utrecht Centraal. De wc's daar die worden voortaan schoongemaakt door een ander bedrijf. En de dames die daar al jaren de boel schoonhielden, die zitten nu werkloos thuis. Omdat ze het met de nieuwe werkgever niet eens konden worden over hun loon. De toiletten op Utrecht Centraal. Meestal loop je er haastig voorbij. Maar voor Henny, Jannie en Heidi is het al jaren hun thuis. Jannie werkt er bijvoorbeeld al meer dan 10 jaar. Wij houden van ons werk. Ik ben net heel even beneden geweest om naar het toilet te gaan. En ik heb gewoon tranen moeten wegvegen. Vreselijk. Want die tijd is nu voorbij. Per 1 januari hoeven ze niet meer te komen. En in de wc's is inmiddels nieuw personeel aan het werk. Hun nieuwe baas, de firma Dolmans in IJsselstein, wil de dames niet hetzelfde loon geven als hun vorige werkgever. Daar kregen ze namelijk meer dan volgens de CAO verplicht is. Toen hebben we op 17 december voor het eerst contact gehad met Dolmans. Zijn we op gesprek geweest. Kregen we een half uurtje waarin ons te verstaan werd gegeven. Nou, dit is het CAO, dit betalen we. Teken door Liefet. Wij hebben gezegd tegen de dames die nu toch emotioneel reageren, wat wij ons heel goed kunnen begrijpen. Dat ze voor wat betreft dat meerdere wat ze hebben verdiend in het verleden, dat ze daarvoor bij hun oude werkgever, of eigenlijk hun huidige werkgever, antwoord moeten halen. Maar die geeft ook niet thuis. En dat betekent dus een verlaging van het loon met honderden euro's. En dat pikken ze niet. 1/3 van je loon, dan zou ik 1000 euro gaan verdienen, terwijl mijn huur 500 euro is. Dan heb ik het alleen over huur. Er is gewoon een wet die bepaalt dat ze ons 1-op-1 moeten overnemen. Maar ja, we worden aan alle kanten in de steek gelaten. Zelfs een klein gebaar lijkt er niet in te zitten voor de dames. Een tegemoetkoming van onze kant is er niet. Ik vind dat er een tegemoetkoming, zo die er zou zijn, die moet worden gehaald bij hun vorige werkgever. Maar ze zijn nog steeds van harte welkom. De advocaat van de toiletjuffrouw overweegt nu een kort geding aan te spannen om toch nog een compensatie te regelen. Ja, vandaag is de deadline verstreken zonder dat die nieuwe werkgever die u net zag heeft gereageerd. Dus het lijkt erop dat de rechter de knoop moet doorhakken. Ik heb een van die dames ooit geïnterviewd voor Reizig Centraal en toen hingen er allemaal slingers. Maar goed, de feeststemming is nu dus ver te zoeken daar. Ja, komt het weer, het programma?
Het zou leuk zijn. Ik hoop het. Oké, nou, stem daarop binnenkort. Ja. Tijd voor het weer. We gaan een wat grauw weekend tegemoet. Maar het blijft wel bijna overal droog vanavond. En vannacht trekt er wel opnieuw flink wat bewolking over de regio. En het koelt daardoor nauwelijks af. Het wordt een graad of 8. Ook morgen is het de hele dag bewolkt en zien we de zon nauwelijks. Het is wel droog. Met ongeveer 10 graden blijft het ook zacht. Zondag van hetzelfde laken en een pak. En na maandag wordt het een paar graden koeler. En neemt de kans op regen ook weer toe. Maar de bewolking blijft. Dat was het weer voor vandaag. Morgen dan zijn we er met het weekoverzicht. En vanaf 5 uur is er natuurlijk weer een gloednieuwe in vandaag. Ja, en ondertussen kunt u voor het laatste nieuws uit de regio terecht op onze website en onze app. Bedankt voor het kijken. Fijne avond. Dag. Dag.